voor de klimaatvriendelijke steden hebben we met veel plezier een beroep gedaan op Erik Rombout om ons daarin die thematiek te loodsen. En ook, er zitten zeker een heel aantal aanbevelingen in zitten. Erik is bioloog van opleiding en is emeritus, dus gepensioneerd docent van mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen. En ook een cursus klimaatbestendige stedenbouw, telkens aan de KU Leuven, de faculteit architectuur. En ook verbonden aan een hogeschool geweest, maar zeer, zeer actief nog. En ook schepen, ook bevoegd voor biodiversiteit, onder meer mobiliteit. Dus een heel takenpakket. Bedankt voor de komst, Erik. We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Een half uur. Jij hebt het woord. Dankjewel. En als alles goed is, zouden jullie nu de presentatie, althans de start daarvan, moeten kunnen zien. Dat klopt, Bernard? Oké. Ik neem aan dat jullie de presentatie ook nadien beschikbaar gesteld krijgen. Ik hoor zelfs over een opname van dit verhaal. Dus probeer niet per se alles te lezen, maar het verhaal mee te nemen dat ik wil schetsen vandaag. Ik zou willen beginnen, dames en heren, met u een goede middag te wensen natuurlijk. En u mee te nemen in een verhaal dat ondertussen toch wel door velen wordt gedragen. Het verhaal van ecosysteemdiensten of natuurdiensten. Dat zijn diensten, dames en heren, die gratis zijn en die de natuur ons aanlevert. En je ziet hier in deze tabel een poging om al die diensten samen te vatten. De natuur levert ons bouwmaterialen, levert ons voedsel, levert ons water, reguleert het klimaat, legt heel wat zaken rond koolstofcycli vast, bestrijdt erosie en inspireert ons in allerlei opzichten. Is heel belangrijk voor onze gezondheid, recreatief erg belangrijk, kortom. De natuur levert nogal wat aan onze samenleving. Maar het is gratis en dus hebben we daar eigenlijk nauwelijks of geen aandacht voor. Ik wil daar zelfs meer op doorgaan. En ik wil eerst even meegeven hoe de presentatie is opgebouwd. Een vijftal onderdelen, zoals u ziet. Het gaat over stedenbouw en over het vergeten van die ecosysteemdiensten. Eerst en vooral, waar hebben we het over? Als we het hebben over de concentrische stad, moet ik beginnen met een van die ecosysteemdiensten kort toe te lichten die we vergeten zijn bij onze stedenbouw. En u ziet hier twee foto's van hetzelfde plekje. De ene is genomen met een visueel spectrum, de andere is genomen met een infrarood spectrum. En wat u onmiddellijk opvalt, is het temperatuurverschil. Daar waar planten groeien, hier bijvoorbeeld, is de temperatuur lager. Blauw betekent laag, hoe roder, hoe warmer. Waar de bodem niet bedekt is, is de bodem opvallend warmer. Planten hebben blijkbaar een afkoelend effect. En dat heeft te maken met biologie en met fysica. Dat heeft te maken met het feit, u weet dat, dat wanneer water verdampt, dat daarvoor energie nodig is. Evaporatie, het verdampen van water. Planten doen meer dan dat. Planten nemen actief water op en zij transpireren. Dat is biologie. En ook voor dat proces is energie nodig. En die beide fysische en biologische, allebei die fenomenen, hebben dus nogal wat warmte nodig om uitgevoerd te worden. En dat betekent, en u weet dat ook natuurlijk, dat waar planten staan, waar bomen staan, de temperatuur fors lager blijft. Vandaar dat we de afgelopen droge zomers eindelijk bomen naar waarde zijn gaan schatten, bomen zijn gaan vergelijken met airco's. En dat is eigenlijk niet helemaal eerlijk, want airco doet eigenlijk niks anders
dan warmte verplaatsen. Daar waar bomen en planten warmte verbruiken en dus onschadelijk maken. Dat betekent dat deze twee landschappen, allebei door dezelfde zon belicht, totaal anders reageren. U ziet rechts een groen-blauw landschap met veel water en bomen, waar de warmte die binnenkomt grotendeels gebruikt wordt om verdamping voor elkaar te krijgen. Die warmte wordt onschadelijk gemaakt. En dat betekent dat die warmte dan niet meer aanleiding kan geven tot temperatuurstijging. Aan de linkerkant ziet u een landschap waar nauwelijks water is dat zeer sterk door mensen is beïnvloed en waar diezelfde warmte die binnenkomt veel minder onschadelijk gemaakt wordt en dus aanleiding geeft tot temperatuurstijging. Dezelfde hoeveelheid zon in die twee landschappen heeft heel verschillende temperaturen voor gevolg. Je kan dat zien. Je kan dat vaak zien in landschappen. Hier in die bossen, die moerassen, die venen, zie je die warmte onschadelijk gemaakt worden. Die verdamping zorgt ervoor dat de temperatuur, dat die daar laag blijft, dat die lokale temperatuur beperkt blijft. En dat is niet alleen op het platteland zo, dat is ook in steden zo. Een park, 200 hectare in Berlijn, dat park is allang onderzoeksobject. En u ziet op een lentedag in 1978 wordt de temperatuur gemeten in het park 14 graden Celsius. En in de bebouwde wijken is die 5, 6 graden warmer. En niet alleen is de temperatuur lager in het park, tegelijk is ook de luchtvochtigheid in dat park hoger. Wat betekent dat dat park ook in de stad precies hetzelfde effect heeft. Het houdt de temperatuur lager. En niet alleen natuurlijk in Berlijn, maar ook zoals in dit voorbeeld in Gent. Waar het opvalt dat wanneer je temperatuur meet op een hete zomerdag, de temperatuur in groene omgevingen, blauw-groene parken, fors lager is dan in stenige omgevingen in de stad. Dat speelt een belangrijke rol. Dat betekent dus dat zolang er water en vochtigheid en planten en bossen aanwezig zijn, dat de temperatuur relatief beperkt blijft. Dat is bijvoorbeeld ook het geval in het tropische regenwoud. Nochtans, de zone die het meeste zonnewarmte krijgt aan de evenaar, de meeste zonenergie komt daar binnen per vierkante meter, en toch blijft de temperatuur daar relatief beperkt 30, 35 graden Celsius, niet warmer. Van het moment dat het water verdwenen is, een beetje meer naar het noorden, in de Sahara bijvoorbeeld, waar minder warmte, minder zonenergie aankomt per vierkante meter, de temperatuur toch fors hoger wordt. Dat heeft te maken met het feit dat er nauwelijks planten en water aanwezig zijn. Dat betekent dus dat daar waar geen planten, geen waterpartijen aanwezig zijn, en helaas is dat in de meeste van onze steden het geval, dat op hete zomerdagen de temperatuur daar fors kan oplopen. Dat heeft te maken met wat wij dan in het vakjargon stadshitte-eilandeffect zijn gaan noemen. Een punt van aandacht ook de laatste hete zomers hebben we dat aan de lijve ook in Vlaanderen ondervonden. Hoe groter steden worden, en zeker wanneer wij concentrische steden bouwen, hoe meer inwoners, hoe groter het temperatuurverschil op hete zomerdagen tussen het centrum enerzijds en de rand, de blauw-groene omgeving, anderzijds. Dat is slecht nieuws, want we hadden nogthans de beste bedoelingen toen we steden zijn gaan bouwen als een olievlek, concentrisch, zoals deze stad er ook een is. Athene staat ter hoogte van de Acropolis en ik draai 360 graden rondom en ik heb telkens hetzelfde zicht, hetzelfde beeld. Een stad die uitbreidt als een olievlek.
Met vele nadelen, waaronder natuurlijk dat stadshitte-eilandprobleem, een heel belangrijke. Maar niet alleen in het verre Athene, maar ook in onze eigen omgeving op hete zomerdagen. U ziet een satellietopname van een aantal steden in België. De temperatuur is fors hoger, maar ook in het verkavelde Vlaanderen daaromheen is de temperatuur hoger dan bijvoorbeeld linksboven hier in Nederland, in Zeeuws-Vlaanderen, waardoor een betere ruimtelijke planning grotere groene en blauwe gebieden en landbouwterreinen vrij van bebouwing zijn gebleven. En dus de temperatuur lager daar is op die hete zomerdag. Dat betekent dat een belangrijk deel van de verklaring voor de temperatuurstijging in dit land, waar wij ongeveer 2,4 graden Celsius warmer zitten dan 200 jaar geleden, de helft daarvan, volgens wetenschappers, wordt toegeschreven aan onze asfalt en beton en onze snelwegen en onze steden en verkavelingen. 1,2 graden Celsius stijging heeft te maken met de globale klimaatverandering en de andere helft heeft te maken in onze omgeving met het hitte-eilandprobleem. En dat is eigenlijk goed nieuws, want het is relatief makkelijker aan te pakken dan de mondiale klimaatverandering. Het betekent alleen dat we moeten aan de slag gaan met water en groen en dat we dat ecosysteemdienstverhaal niet mogen vergeten. Er is trouwens nog een belangrijk ecosysteemdienst verbonden aan blauwe en groene omgevingen. Als het regent, dan werken ze als een spons. Dan dringt het water in de bodem en wordt verdampt door de planten, zoals we net hebben uitgelegd. En dat betekent natuurlijk minder kans op overstromingen. Een stad, een asfalt, beton, een snelweg, een dak zijn ondoorlaatbaar voor water. En dat betekent dat als gevolg daarvan natuurlijk run-off, zo noemen we dat. Elke vierkante meter asfalt en beton zorgt voor veel run-off. Weinig water kan infiltreren. Het meeste water komt in de rioleringen terecht. Elke vierkante meter asfalt en beton is een obstakel voor 80 emmers water per vierkante meter in dit land. En die komen sneller dan vroeger in de rivieren, in de beken terecht. En dat is iets wat we al lang wisten. Dit is onderzoek uit de jaren 50 van de vorige eeuw, waar een beek is gemeten. Bellebeek, sommigen weten ze wel, liggen in de buurt van Brussel in het Brabantland. En bepaalde regenbuien in de jaren 50 werd in de beek gemeten, debiet in de beek stijgt om even later, een paar uren later, weer weg te zakken. Terwijl 30, 40 jaar later, voor een gelijkaardige regenbui in de jaren 80, anders dan vroeger, de piekdebieten veel sneller worden bereikt en ze zijn veel hoger. De debieten in de beek na dezelfde regenbui zijn hoger dan ze vroeger waren, en ze komen sneller in de tijd. Die oude mensen die in de streek vertelden dat er meer overstromingsrisico's zijn dan vroeger, ze hebben gelijk. En dat geldt niet alleen trouwens voor België, dat geldt overal op deze planeet. Waar urbanisatie, asfalt en beton zorgen voor meer druk van de stad. Stroomafwaarts, met natuurlijk toenemende overstromingsrisico's, stroomafwaarts van de stad. Dat is een tweede heel belangrijk aspect dat gevoegd samen met de globale klimaatverandering voor grote problemen dreigt te gaan zorgen. Is in Vlaanderen ook zeer actueel, u weet dat, de betonstop, operatie perforatie van Aquafin, van de overheid, de Vlaamse Milieumaatschappij. Ze maken hier ons attent op en ze maken duidelijk dat om die ecosysteemdiensten te kunnen behouden en versterken, aanpak nodig is op alle niveaus, van klein tot groot. Van klein tot groot. Deze bomen zijn lager geplant, zodanig als het regent, dat het regenwater eerst bij de boom terechtkomt en pas dan
bij de riolering wordt afgevoerd. Er is dus heel wat werk aan de winkel om te komen tot integraal waterbeheer op alle niveaus. Gebouw, de wijk, de stad en natuurlijk ook het buitengebied. Integraal waterbeheer begint op het niveau van het gebouw. Groendaken, ze zijn ondertussen ook in Vlaanderen bekend geworden. Zij zijn bijzonder interessant. Niet alleen omdat ze zorgen voor koelte in het gebouw, ervoor zorgen dat het gebouw kan gekoeld worden zonder airconditioning, maar ook natuurlijk zorgt voor biodiversiteit. Tenminste, als je er geen gazon van maakt op je dak. Dat zou ik niet doen. Om vele redenen. Als het een paar weken niet regent, is het echt geen mooi gezicht. Het is bruin en rost. En ik zie het ook niet zitten om elke week met de grasmachine het dak op te klimmen. Tenzij, zoals hier, de grasmachine perfect op het dak, heel het jaar door, kan grazen. De opdracht was duidelijk, de architect diende waterneutraal en energie-neutraal te gaan bouwen en heeft dat ook gedaan. Ook in Vlaanderen zijn er hier en daar ondertussen mooie voorbeelden van groendaken, vegetatiedaken, van groene gevels, van alle mogelijke ingrepen om steden weer als sponsen. Als je googelt op Sponge Cities, dan zul je heel wat prachtige voorbeelden vinden van steden die aandacht schenken aan groen, aan koeling, aan run-off. Dit is een verticale bos in Milaan, Bosco Verticale. De concentrische stad heeft dus een aantal nadelen, maar dat heeft ook de tuinstad. De tuinstad, dames en heren, is een stadmodel dat we ook gebruikt hebben om steden te bouwen op enorme schaal. En dat is een model dat ontstaan is eigenlijk in de 19e eeuw, in Engeland, als reactie op de industrialisatie, op de vele grote miserie van de working class, de labor class, die het slecht had en die slecht gehuisvest was. En men vond dat men het beste van de stad en van het platteland, de town en de country, samen moest voegen tot de Garden City. Einde 19e eeuw zoekt men dus naar oplossingen, maar dat is helemaal uit de hand gelopen. Dat model is ondertussen op grote schaal gekopieerd over Europa heen, over de Verenigde Staten heen, en leidt tot dit soort van draken van verkavelingen, waarbij lage fossiele brandstofprijzen, de woonbonus en de salariswagen van heel belangrijke aard zijn. Het is duidelijk dat openbaar vervoer hier nauwelijks mogelijk is, want mensen wonen veel te ver uit elkaar. Het is duidelijk dat elk huis hier een zwart puntje is, een huis. Begin maar eens in die tuinstad die totaal uit de hand is gelopen. Begin maar eens hier te rioleren. Begin maar hier openbaar vervoer te organiseren of de post te verdelen. De postbode moet een auto kopen om de post te kunnen verdelen. Het is duidelijk dat hier enorme maatschappelijke kosten aan vastzitten en onbetaalbare nutsvoorzieningen. Het is compleet uit de hand gelopen. Deze plaatjes, die kent u. Maar bij Vlaanderen er helemaal in de loop van de afgelopen decennia is gaan uitzien. En de prognose voorspelt niet veel goeds. Als we alle woonuitbreidingsgebieden gaan aansnijden, dan is dit het resultaat in 2040, 2050. En de betonstop, de bouwshift, die is voor dames en heren, zo gaan we er niet komen, want als iedereen overal woont en daar nog een verlichtingspaal bij wil, dan ziet het er natuurlijk zo uit. En het is duidelijk dat er hier ook nog een aantal andere aspecten aan vastzitten. Bijvoorbeeld de energie. Kijk dus naar het aantal inwoners per hectare, van weinig naar veel. En kijk dus naar het energieverbruik dat daaraan verbonden is. In steden met zeer weinig inwoners per hectare is het energieverbruik zeer hoog. Dat zijn vooral Amerikaanse, Canadese, u ziet ze daar, San Francisco, Los Angeles, Washington, Canberra, Perth, Melbourne. Dat zijn jonge steden, 20e eeuwse steden, tuinsteden, gigantische tuinsteden,
die uitgestrekt zijn en die enorm veel energie vragen. Openbaar vervoer is niet mogelijk. Alle huizen staan los. Het zijn woningen die slecht geïsoleerd zijn. Fossiele brandstoffen. Airco in de zomer. Het is duidelijk. Energie. Je ziet aan de rechterkant steden met zeer hoge dichtheden. Bangkok, Manila, Seoul, Hongkong. Met heel veel sociale problemen van te veel mensen per hectare. Ecologische energieproblemen, te weinig mensen per hectare. Sociale problemen, te veel mensen per hectare. Het lijkt erop dat hier ergens halverwege. En wat staat daar? Amsterdam, Brussel, Zürich, Stockholm, Parijs. Dat zijn Europese steden. Europese steden met hoge densiteit, middeleeuwse steden, die gebouwd zijn op maat van mensen, op maat van karren en paarden, niet op maat van de auto. Die urban sprawl, die tuinstad, dat alleen en apart wonen, dat is een ramp. En dat is vooral een financiële ramp. Als je gaat kijken naar de kostprijs van wonen in de verkaveling, vergeleken met wonen in de stad, in het dorpscentrum, dan is het verschil immens. En dat blijkt uit alle studies ook in Vlaanderen. Het is ongelooflijk duur. Eenzaam oud worden op het platteland wordt onbetaalbaar. De thuisverpleegkundigen trekken aan de alarmbel en zeggen dat er meer in de file tijd wordt verloren dan dat er nog verpleegtijd overblijft aan mensen die apart in het platteland in eenzame context wonen. Het is duur, maatschappelijk duur, maar ook privaat is het duur, die woonwijze. Het aantal riolering wat je nodig hebt per woning, de huisvuilophaling, alles wordt ontzettend duur en dat levert een gigantisch probleem op. En dat wil ik even met u doornemen. Het is namelijk zo dat als je vergelijkt dit land, België, met een aantal buurlanden, bijvoorbeeld Duitsland, en je kijkt hoeveel energie er nodig is om in gelijke eenheid bruto nationaal product te produceren, dat België tot een kwart meer energie nodig heeft, dat kun je hier zien. België heeft een kwart meer energie nodig dan Duitsland bijvoorbeeld, om dezelfde hoeveelheid welvaart te produceren. En dat heeft veel te maken met de slechte isolatiegraad van onze woningen, maar nog veel meer te maken met de ruimtelijke chaos en het splitsen van werken en wonen en recreatie, uit elkaar halen van functies. Dat heeft natuurlijk zijn keerzijde. De keerzijde is dat de tuinstad eigenlijk onbetaalbaar duur is en zeer veel problemen, sociale, financiële problemen veroorzaakt. Begin maar eens te rioleren. De fileproblematiek, als wij wereldrecordhouder zijn in verkavelingen, dan zijn we als gevolg daarvan natuurlijk ook wereldrecordhouder in files. Logisch, want je moet natuurlijk naar het werk en het werk is ver weg en is niet bereikbaar met openbaar vervoer. Dames en heren, de concentrische stad en de tuinstad, ze waren goed bedoeld, maar ze leveren ons problemen op. Is er dan een oplossing? Kunnen we stedelijkheid en landelijkheid anders organiseren en bij elkaar brengen dan dat gebeurd is in de verkaveling? En kunnen we voldoende compactheid en densiteit vinden en toch niet verzeilen in Athene of in grote concentrische steden? Is er een weg naar compactheid, mengen van functies en verbinding in plaats van de problemen waar we mee te maken hebben? En dat is er wel degelijk. Er is wel degelijk een oplossing. Dat wordt de Lobbenstad genoemd. De Sterrenstad, de Lobbenstad, is een stad die georganiseerd wordt met stadsuitbreidingen die lobben vormen en daartussen telkens blauw-groene vingers. Kijkt u even mee naar een voorbeeld Amsterdam. Amsterdam is zo'n Lobbenstad met diep doordringende blauw-groene vingers en met dichte groene, maar wel zeer dicht bebouwde stadslobben. Die stadslobben zijn relatief beperkt.
De breedte is niet al te breed. 600 meter, ideaal. Gedragen door het openbaar vervoer in het centrum betekent dat niemand verder woont dan 300 meter van het openbaar vervoer. En de blauw-groene vingers zorgen ervoor dat je vlak bij huis, dat je daar groen en blauw vindt om de hond uit te laten, om te gaan sporten, om de plukboerderij te vinden, stadslandbouw, kortom, de Lobbestad. Een oud model, al lang ontwikkeld, in vele landen veel toegepast. U vindt hier voorbeelden terug uit Denemarken, uit heel wat landen in het noorden van Europa. Star-shaped cities worden ze in de literatuur genoemd. De Lobbenstad. Betekent dat je dus gaat werken met contrasten. Dat je blauw-groene vingers organiseert tussen de compact bebouwde stedelijke lobben in. Dames en heren, en het werkt. Dit is zo'n Lobbenstad. Dit is Berlijn. U ziet Berlijn, de plattegrond van Berlijn, met de blauw-groene vingers. U ziet er een aantal. En rechts ziet u de warmtecamera. En je ziet dat de blauw-groene vingers lagere temperatuur vertonen. En dat is interessant. Kijk, die Lobbenstad hebben we doorgesneden. Eén lob en één blauw-groene vinger hebben we dwars doorgesneden. U ziet dat hier. Dwarse doorsneden door een stadslob en een blauw-groene vinger. En wat gebeurt nu? Op een hete zomerdag. De temperatuur hier wordt zeer heet. De temperatuur hier wordt laag, blijft laag. 10 graden Celsius op een hete zomerdag. Dat betekent dat de lucht hier licht wordt, lage druk. En dat hier de lucht zwaar blijft, hoge druk. En dat dus na de middag vanzelf gratis een ecosysteemdienst ventilatie plaatsvindt door convectie. En dat dus helemaal gratis. Een airconditioning machine in de stad actief is, die de stadshitte probeert op te lossen. Vanzelf en gratis trouwens, niet alleen ventilatie, maar ook infiltratie, afkoeling, 's avonds, zuurstofgasproductie. Alle ecosysteemdiensten werken hier allemaal tegelijk. En u ziet, in vele steden wordt het begrepen. Dit is de Lobbenstad Tübingen in Duitsland. Dit is de Lobbenstad Houten in Nederland. U ziet hier hoe de blauw-groene vingers diep doordringen in de stad. En hoe die blauw-groene vingers trouwens ook gebruikt worden om alle woonwijken van elkaar te isoleren. Zodat je met de auto niet van de ene wijk naar de andere kunt, tenzij je rondrijdt via de rondweg en de volgende wijk kunt vinden. Dit is een fantastisch voorbeeld van een lussen loop systeem voor autoverkeer. Met de fiets kan je natuurlijk kriskras de stad door. Niemand is het verboden om zijn kinderen naar school te brengen met de auto. Maar niemand doet het, want met de auto duurt het te lang. Met de fiets kan je kriskras door de stad en ben je veel en veel sneller. Het veerplan van Kopenhagen, hetzelfde verhaal. U ziet hoe al in de jaren 40. Het plan van Kopenhagen is ontwikkeld volgens een sterrenstad, een lobbenstad. Gedragen door het openbaar vervoer. En dat lang voor er sprake was van enige klimaatverandering, enige problematiek rond deze milieuproblemen. Al lang daarvoor was gezond verstand een hele belangrijke raadgever in goede stedenbouw. Dames en heren, mooi en prima, maar kun je daar in die lobben ook op een aangename woonmanier dichter bij elkaar wonen? Laatste thema wat ik kort wil aansnijden. Want als je goed openbaar vervoer wil in het centrum van die lobben, dan moet je natuurlijk mensen hebben die dichter bij elkaar wonen. Meer klanten voor de tramhalte. En dat kan. Dat kan op een aantrekkelijke manier. Dat betekent niet per se dat je heel hoog moet bouwen. Sociale interactie is ook belangrijk. Als het eten klaar is op de derde verdieping, kan je de kinderen roepen die aan het spelen zijn. Verticale sociale interactie, erg belangrijk. Maar vlakbij heb je natuurlijk ook de groene vingers.
De sleutel om mensen dichter bij elkaar te kunnen laten wonen en toch kwaliteitsvol te blijven, vinden we in vele eco-wijken terug. Dit is een voorbeeld in Nederland. Culemborg is er zo een. Als je kijkt naar deze cluster van woningen, hier wonen ongeveer 75 gezinnen per hectare in plaats van de 15 die we in Vlaanderen amper halen. En hoe komt dat? Dat komt omdat als je hier een huis koopt, je koopt een stukje private tuin, relatief klein, maar je koopt ook een stuk van de centrale tuin. Die centrale tuin is mede-eigendom van alle mensen eromheen. Die mede-eigendom is niet privé, maar het is ook niet publiek. Het zit daartussen. Die publiek-private gradient, zoals we dat in het stedelijke jargon, in het stedenbouwkundig jargon heten, is de belangrijke sleutel om mensen dichter bij elkaar te krijgen en ze toch aangenaam te laten wonen. Mensen hebben een privaat tuin, relatief klein, maar hebben ook een grote tuin die gemeenschappelijk wordt beheerd. En daarnaast heb je dan de blauwe groene vingers die het hemelwater infiltreren, die biodiversiteit ondersteunen en die ervoor zorgen dat de woning heel aangenaam gekoeld wordt in de zomer. Dat is een fenomeen dat we op vele plekken in Europa hebben gevonden. Beste mensen, u bent welkom in onze tuin. U mag er doorheen wandelen, maar respecteer onze privacy. U kan misschien een snelle route vinden naar het station, een trage weg voor de kinderen naar school. Diezelfde publiek-private gradiënt vind je vaak ook terug binnenin en tussen de gebouwen. Dit is een voorbeeld uit Denemarken, waarbij elk buurt heeft ook geïnvesteerd samen in een gemeenschappelijk pand. En dat gemeenschappelijk pand, daar kan je terecht als je woning te klein is, bijvoorbeeld voor je lentefeest of voor een jubileum. Je hebt de keuze om in de gemeenschappelijke panden je feest te organiseren. Gemeenschappelijke carports en fietsenbergingen, gemeenschappelijke gefinancierde infrastructuur. Tussen de gebouwen in heb je dus een soort van overgang tussen privaat en publiek. Dit is niet publiek, het is ook niet privaat, het zit er tussenin. Allerlei ingenieuze manieren om de veiligheid te bevorderen. Samen parkeren. Zorg ervoor dat je maar één uitrit hebt, in plaats van in die Vlaamse verkaveling die fietsende kinderen honderden kruispunten voor te schotelen. Als ze op het voetpad fietsen, is elke oprit naar elke garage een potentieel gevaarlijk punt waar iedere ochtend ongevallen gebeuren. Nadenken over publiek-private gradiënt. Zoals hier gebeurt is zelfs binnen in de gebouwen. Dit is sociale huisvesting. En in Zwitserland, waar op de benedenverdiepingen gemeenschappelijke functies zitten. Niemand heeft een eigen droogkast of een eigen wasmachine. Dat is veel te duur voor de tijd dat die maar draait. Maar mensen hebben gemeenschappelijk geïnvesteerd in de benedenverdieping. De gemeenschappelijke wasseretten. En om de laatste nieuwsjes te horen te krijgen, that's the place to be. Het is eigenlijk de functie van de oude dorpswasplaats. Vervangen voor een eigentijdse versie. Of zoals hier, waarbij de senioren samen hebben geïnvesteerd in een gemeenschappelijk pand. Zij wonen privaat in aparte gebouwen, in aparte appartementen, maar hebben geïnvesteerd in een aantal gemeenschappelijke logeerkamers. Als de kleinkinderen komen, het is lang van tevoren reserveren om in de logeerkamers plaats te kunnen vinden. Eigenlijk is het verleden opnieuw uitvinden datgene wat we in ecologische stedenbouw heel vaak bepleiten. Want dat was natuurlijk de belevingswijze, bijvoorbeeld in onze Begijnhoven. En u kent ze, de Abbeyfield-ontwikkelingen zijn in feite het heruitvinden van gemeenschappelijk wonen met gemeenschappelijke onderdelen en private vertrekken waar je je kan terugtrekken. Verkavelingen zijn inderdaad zeer problematisch voor ouderen vooral en voor kinderen eigenlijk ook. En waarom? Ze staan hier samengevat, we hebben het er vandaag over gehad. Ze zijn slecht aangepaste woningen, grote afstanden, weinig
menging van functies, nauwelijks een bakker of een beenhouwer, veel te grote huizen, vervoersarmoede, grote afstanden en moeilijk bereikbaar ook voor de thuisverpleging. Highfields, zelfstandig wonen en toch niet alleen in vele gemeenten op dit ogenblik een hot item, ook in Nederland. Dames en heren, in veel van die eco-villages en eco-dorpen door Europa vind je heel veel prachtige voorbeelden van die publiek-privaat gradient. En wil je meer weten? Dit is de website waar je kunt grasduinen en waar je je volgende trip doorheen Europa kunt samenstellen. Want veel van die Global Eco-Village Network voorbeelden zijn perfect toegankelijk om even te gaan proeven. Je kunt er logeren en kennis maken met de manier van werken. En als je van al die dingen, als je daar overal rekening mee houdt, dan kan je tot schitterende resultaten komen. Dit bestaat vandaag. Dit zijn woonwijken waar meer energie wordt geproduceerd dan dat er zelf nodig is. En wat doet men met de opbrengst van die energie die verkocht wordt? Dat wordt in een beheerraad die gekozen wordt door de bewoners zelf, wordt dat geld, de inkomsten, gebruikt om de gemeenschappelijke gedeelten van de tuinen, de garages, de carports te onderhouden en te betalen. Met andere woorden, de opbrengst van de energie die men teveel heeft, wordt geïnvesteerd in de publieke en de semi-publieke omgeving. Dames en heren. Laten we afronden, Erik. De conclusies, we zijn er. Om te beginnen laat ik mijn studenten weten dat de problemen zich situeren bij een paar opgehemelde, maar wat mij betreft vreselijke oorzaken van de problemen. Het scheiden van functies, dat is een van de zaken die we helaas hebben gedaan en nooit hadden mogen doen, toch niet in die mate. En hetzelfde voor de verkaveling, waar wij helaas een aantal architecten en stedenbouwkundigen toch wel met een ander daglicht kunnen plaatsen. Steden en dorpen en biodiversiteit, ze sluiten elkaar niet uit. Dat heb ik proberen duidelijk te maken, maar dan moet je ze anders inrichten. Wil je meer te weten komen, kan je in dit boekwerk terecht, ook op de website. De 10 sleutels tot meer natuur in steden en dorpen. En het is duidelijk dat het ontwerp met twee netwerken, een stedelijk netwerk en een groen netwerk, en die oordeelkundig bij elkaar brengen, soelaas kan brengen en de klimaatverandering beter kan opvangen, temperaturen kan temperen, overstromingen kan opvangen en vooral natuurlijk ander openbaar vervoer en andere stadswarmtenetten kan mee onderbouwen. Dames en heren, ik denk dat duidelijk is geworden dat er veel meer kan. In dit boek kan je nog veel meer te weten komen. Wil je daar terecht? Dit boek gaan we trouwens binnenkort updaten. En ik zou zeggen, als u vragen heeft, dan laat u ze nu maar komen. Dank u wel voor uw aandacht. Bedankt, Erik Rombout. Een hele mooie presentatie met heel veel voorbeelden, wat altijd tot de verbeelding spreekt. Waarvoor dank. Ik wend me tot Hugo, die de vragen en opmerkingen verzameld heeft en jou een paar vragen zal voorleggen. Hugo? Ja, er mogen nog meer vragen komen. Maar Erik, jij hebt de enorme voordelen van jouw Lobbestad goed toegelicht, met voorbeelden ook. En dat is vooral op de eerste plaats goed voor de globale levenskwaliteit, maar ook natuurlijk heel goed voor het klimaat. Hè. De meeste verschillende vragen vooraf ook al gesteld hebben te maken met hoe komt het dat we dat in Vlaanderen dan niet doen, terwijl anderen dat al jaren, tientallen jaren doen? Hoe kunnen we een rol spelen, ook als grootouders voor het klimaat in onze steden en gemeenten, om die omslag te maken? En kan dat nog wel in dat verkavelde Vlaanderen? Hoe pakken we dat aan om tot dat ideaal beeld te komen wat je met talloze voorbeelden hebt geïllustreerd? Erik? Ja, dat is nogal wat zo'n vraag. Hè. Ik doe die oefening wel vaak met studenten. Wanneer we een willekeurige
een willekeurige plattegrond van een willekeurige stad ergens in Europa openslaan. En we zetten de bril op van de strategie van de twee netwerken, die Lobbenstad-strategie. Dan is de uitdaging, bekijk een keer de kaart van weet ik veel welke stad. En probeer een keer op basis van wat je nu hoorde in de theorie, om te kijken wat op langere termijn mogelijk zou zijn om in deze stad een stuk die blauw-groene structuren een stuk meer plaats te geven. En dan is het toch wel verrassend, als je met die blik kijkt naar de plattegronden van de stad, op welke verrassingen je stoot, op welke verlaten plekken, stations en plassementen, overwelfde rivieren en beken, braakliggende terreinen, je kunt beschikken om met een blik op wat verder dan de volgende verkiezingen natuurlijk een plan uit te werken. Zoals men dat op dit moment trouwens ook doet in Gent, om er eentje te noemen, waar de Groendienst van Gent werkt aan een viertal groenassen die men doorheen Gent wil uitbouwen de komende jaren, waar men volop werk van maakt. Het is duidelijk dat de Vlaamse overheid trouwens ook pogingen doet al vele jaren om een en ander beter te onderbouwen. Nu, ik denk dat wat dat betreft inderdaad een groot probleem, die kent u wel, die bouwshift of die zogenaamde betonstop in de goede bedoelingen is blijven steken tot nu toe. Ik denk dat we wat dat betreft zeer dringend in de eerste plaats werk zullen moeten maken van het vrijmaken van onze rivier- en beekvalleien. Rivier- en beekvalleien waar helaas vaak in verkaveld is, vaak nog vrij recent zelfs verkaveld is, dat waren vaak open gronden ook. Maar dat zijn de plekken waar we eerst en vooral te maken zullen krijgen met de effecten van de klimaatverandering, met name de waterproblematiek. En dus we zullen op een of andere manier in ieder geval de woonuitbreidingsgebieden die daar nog talrijk aanwezig zijn, op een of andere manier onder een stolp moeten plaatsen, zoals dat dan zo mooi wordt geformuleerd door de overheid. En manieren zoeken om een en ander natuurlijk te compenseren. Hè. Dus uitdoofbeleid, een voorkooprecht, er zijn instrumenten bedenkbaar om op termijn die zaken op te lossen. Maar dat vraagt inderdaad, Hugo, dat vraagt een visionair plan. Dat vraagt een plan dat verder kijkt dan inderdaad verkiezing. En dat vraagt een visionariteit en geld, centen. Maar, het is al dikwijls gezegd, niks doen zal duurder zijn dan iets doen. En op tijd iets doen. Want de schade die zal toegebracht worden door overstromingen en andere problemen, droogte, zal vele malen groter zijn als we te lang wachten dan wanneer we tijdig ingrijpen. Dus het financieel plaatje is ook eentje waar ik het vaak in detail wil over hebben. Het is duidelijk dat iets doen daaraan meteen ook ons BNP een stuk kan onderbouwen. Dus het is geen gemakkelijke opgave, maar ik denk dat alle elementen voorhanden zijn, van op alle schalen, van klein tot groot, om aan de slag te gaan. Te beginnen, dames en heren, in uw eigen tuin. Met het ontharden, met het zorgen voor biodiversiteit en dat soort zaken meer. Er zijn dus heel veel dingen ook al mogelijk in eigen beheer. Wachten op de overheid is niet altijd een geldig excuus, denk ik. En het gazon in elk geval niet maaien in deze periode, zoals ook NAC daartoe heeft opgeroepen in zijn laatste nummer. Waar zie je de bondgenoten en waar zie je de tegenstrevers om die overstap te maken? En concreet, een vraag vanuit de afdeling Brugge, die sterk bezig is met het stedelijk klimaatbeleid. Is het zinnig om over te gaan tot een soort coalitie van centrumsteden, omdat sommige steden toch wel ook bij ons beginnen inzetten op die verandering, om op die manier Vlaanderen, het federale niveau onder druk te zetten om betere kaders te creëren om wat zij eigenlijk willen gemakkelijker te kunnen realiseren? Ik hoor dat meer en ik ben het daar ook wel mee eens dat het een goed idee is om een aantal de meiers, de burgemeesters, heel wat van die burgemeesters zijn trouwens ervan overtuigd dat zij de ideale schaal
hebben om van bottom-up, dus van beneden af, inderdaad wat te gaan doen en voorbeelden te stellen. Natuurlijk, als het kader het niet toelaat of het moeilijk maakt, dan is dat niet altijd eenvoudig. Nu, het is inderdaad zo dat er heel wat klimaatcoalities worden gemaakt over de landsgrenzen heen, tussen steden op allerlei niveau en allerlei plaatsen, waarbij inderdaad klimaat, biodiversiteit en klimaatverandering hoog op de agenda staan. Water bijvoorbeeld, biodiversiteit, zijn netwerken van steden die elkaar als voorbeeld nemen om er wat aan te sleutelen. Dus Gent, maar ook Brugge, zijn heel wat andere steden ook, die bondgenoten zoeken elders. En dus inderdaad, het lijkt mij geen slecht idee om die start te maken op dat niveau. Dat gaat dus meer behapbaar, lijkt mij soms wel, dan dat inderdaad op Vlaams of op zelfs een hoger niveau aan te pakken. Dus een lastige zaak. Wat bondgenoten betreft en vijanden, ik denk dat... Ik heb net al op gewezen we zitten in een transitieverhaal, we zitten in een heel moeilijk tijdsgevricht. Het is zo dat de bouwshift en ook de betonstop voor de besturen, als ze zou doorgaan zoals ze nu voorligt, totaal onbetaalbaar is. Met andere woorden, wanneer je de volledige plantwater en plantschade, het fameuze... Er stopt iets precies bij u. Wat zeg je? Ik denk niet dat er een probleem is. Ga maar verder. Bernard, hoor jij Erik ook niet meer? Jawel, Hugo. Denk niet ja, dat... ben ik er terug? Absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja. Het zal mijn internetverbinding even zijn. Oké. In ieder geval, het is zo dat we zullen moeten sleutelen aan de financiële kant van de zaak. En dat het wat de Vlaamse overheid betreft natuurlijk... totaal onaanvaardbaar lijkt om het hele financiële plaatje door te schuiven naar de lagere besturen, met name de steden en gemeenten die daar trouwens via de VVSG protesteren en zeer terecht protesteren. Het is duidelijk dat er heel wat gronden een bestemming hebben gekregen die achteraf gezien eigenlijk heel dom is geweest, met name in de rivier- en beekvallei in de eerste plaats. Want daar zou ik snel werk van maken. Want als we het niet zelf doen, dan zal de natuur het voor ons doen. En dat lijkt mij de keuze die we beter niet maken. Okay. Hugo? Ja, men vraagt zich af of we ook niet met een cultureel probleem zitten in Vlaanderen. Groot individualisme, dat eigen huis en tuintje en zo. En ook het grote belang in privébezit van die bakstenen, van die grond, moet daar ook niet aan gesleuteld worden. En hoe? De voorbeelden die je hebt getoond, wat dat betreft, zitten die eigenlijk toch al wel wat in een andere cultuur dan... Niet helemaal, Hugo. Niet helemaal. Het is ook daar in Denemarken, het is ook daar in Duitsland zo dat mensen op hun portemonnee letten. Ja? En het is niet zo dat wij wat dat betreft zo uitzonderlijk zijn. Maar wanneer je dingen samen kunt doen en samen opzet... dan is dat vaak veel goedkoper. Als je aan de slag gaat met een gemeenschappelijke fietsenberging, als je aan de slag gaat met een gemeenschappelijke gedeelde tuin, als je aan de slag gaat met een aantal gemeenschappelijke onderdelen, zoals we hebben getoond, dan is dat in de eerste plaats vaak ook veel goedkoper. En het heeft dus ook daarmee te maken. Die mensen zijn ook vaak aangetrokken door het idee dat het door samen te gaan sleutelen, co-housing-achtige zaken, die ook in Vlaanderen trouwens aan interesse winnen, dat men daarmee een heel eind kan komen. Sociaal, maar ook ecologisch. Dus het gaat vaak samen. Het is niet zo dat wij zo uitzonderlijk zijn. Het is wel zo dat goede informatie, op lokaal niveau dan ook heel vaak, essentieel is. Veel mensen weten niet eens wat alternatieve mogelijkheden zijn. En ze heel veel lokale besturen evenmin. Vandaar de kracht van organisaties
die veel meer een podium zouden moeten kunnen krijgen. Organisaties zoals Abbeyfield en zoals Co-Housing Vlaanderen, Samenhuizen en dat soort zaken, om aan de hand van geslaagde voorbeelden te tonen dat, dat er ook winst te rappen valt, sociaal, ecologisch en financieel. Goed, dat zijn mooie positieve voorbeelden om het betoog te eindigen, denk ik. Ook in Vlaanderen zijn er dingen die hoopgevend zijn. En de portemonnee die kan in een aantal gevallen zeker een hefboom tot verandering met zich brengen. Daarna zal ik de volgende webinar voorstellen. Oké, prima, Hugo. Dan ga ik mijn...